Beste mensen, welkom bij deze digitale sessie, waarin we met elkaar gaan kijken naar het sociaal domein. Mijn naam is Jacques Werkman. Ik ben wethouder in de gemeente Sluis. Het zuidwesten van Nederland is dat. Ik ben al geruime tijd lid van het dagelijks bestuur van de P10. Ooit waren dat 10 gemeentes, inmiddels zijn dat 29 gemeentes. En wij houden ons bezig met alles wat zich bezighoudt op het platteland. En de kenmerk van de P10 is dat gemeentes die lid zijn van de P10 een heel groot oppervlak hebben. En dat zal ook straks in deze sessie aan de orde komen. De inhoud van deze les. In de komende 40 minuten neem ik u als kijker mee in het sociaal domein als het gaat om de decentralisaties. En ik wil het daar vooral hebben over een drietal zaken. Dat is de bereikbaarheid, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de zorg. Zeg maar de toekomstige zorg op het platteland. En dat is echt van essentieel belang. Daar wil ik op zeg maar even bij stilstaan. En straks gaan we eerst even kijken naar de drie decentralisaties, wat dat teweeg heeft gebracht. Maar voor we dat doen, wil ik even kijken naar de chatlijn die we hebben. En we hebben Mitte in ons midden. En Mitte zal mij begeleiden tijdens deze digitale sessie. Dat betekent ook dat ik het fijn zou vinden dat het niet een formeel iets wordt, maar dat we interactief met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. En Mitte zal dat bijhouden via de chatlijn. En als de vragen binnenkomen, ik zal zelf ook wat vragen aan u stellen, zodat we het lekker interactief kunnen maken en dat we met elkaar een aantal zaken kunnen bereiken. Want uiteindelijk kunnen we van elkaar leren en kunnen we die dingen ook weer meenemen in de praktijk, om daar dan weer mee aan de slag te gaan. Dus gebruik de chat vooral. Precies. Goede opmerking. Gebruik de chat. Nou, als je kijkt naar de drie decentralisaties, wat dat heeft dat nu teweeg gebracht? Die is op 1 januari 2015 is die in werking getreden. En dat betekent dat de jeugdwet, de WMO en de participatie uiteindelijk onder die decentralisaties hangen. Die overheveling van taken die zou eigenlijk de systeemwereld en de leefbaarheid of de leefwereld van inwoners dichter bij elkaar moeten brengen. Is dat ook zo en is dat ook zo gebeurd? Aan de vooravond van de invoering van die decentralisaties in 2015 met medewerking van de VNG is daar ook een filmpje voor gemaakt. En dat filmpje, daar wil ik even met u naar kijken. En aan de hand daarvan wil ik straks ook even terugblikken en vooruitblikken. Dus dan zou ik nu willen vragen of het mogelijk is om dat filmpje te kunnen tonen. De komende jaren verandert er veel voor gemeenten. Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van jeugd, begeleiding en werk. Met de drie transities krijgen gemeenten meer autonomie, meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Daarmee kunnen zij op passende wijze de kloof dichten die ontstaan is tussen de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van u als inwoner. Dit alles vraagt om een transformatie in het eigen denken en doen. Wat zijn eigenlijk de algemene uitgangspunten? Gemeenten sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van u als inwoner. Uitgaan van wat u wel kan in plaats van wat u niet kan. Gemeenten werken daarbij samen met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen met als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het bepalen van de rol en positie van gemeenten is afhankelijk van de samenstelling van de lokale gemeenschap. Het bepalen van die rol en positie is nog niet zo makkelijk. Die complexiteit kunnen we aan door minder controle en sturing en met ruimte en vertrouwen in de kracht van de maatschappij zelf. We denken in netwerken en zijn flexibel in werk- en taakopvatting. Processen en systemen zijn niet leidend, maar moeten de netwerken en de kracht van u als inwoner ondersteunen. Ambtenaren en professionals gaan het gesprek aan met u als inwoner en doen wat nodig is, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, kijk, dat filmpje gaf natuurlijk heel mooi weer van bij de introductie naar de decentralisaties in 2015, hoe die vormgegeven zouden kunnen worden, dat je het eigenlijk samen moet doen. En als je nu terugkijkt van wat heeft dat nou eigenlijk
in die afgelopen 5 jaar, of bijna al 6 jaar, wat hebben die decentralisaties dan eigenlijk opgeleverd als je daarnaar kijkt? En dat vind ik ook interessant om dat van u ook mee te krijgen. Dus ik hoop dat u ook in de chat laat weten, als je naar dit filmpje kijkt, wat dan voor u zeg maar dat kenmerkt, die decentralisaties. Als je het aan mij zou vragen, dan zeg ik van dat de gemeente dat nu uitvoeren, dat wat mij betreft prima is, omdat wij, vind ik, veel dichter bij de burgers staan en ook veel dichter erop zitten. En dat we ons veel meer kunnen inleven wat er in onze samenleving gebeurt ten opzichte van voor die decentralisaties. Maar ik ben ook heel benieuwd wat u daarvan vindt. En ik kijk even naar Mitte of er al iets op de chat is binnengekomen of dat iemand daarop wil reageren. Want dan kunnen we ook van elkaar leren. Want ik ben ook wel benieuwd hoe u daartegen aankijkt. Kijk, als ik zelf kijk naar de decentralisaties, dan zie ik ook wel dat er eigenlijk gewoon meer geld nodig is voor die decentralisaties. Ik zeg het altijd maar heel plat, dat zeg ik ook in mijn gemeenteraad. Eigenlijk is het over de schutting gekieperd. Er is een korting overeengehaald en gezegd van gemeente, u kan dat beter. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar je ziet gewoon in de afgelopen jaren dat alle gemeentes worstelen met niet zozeer die zorgvraag om die zorg te kunnen bieden, maar wel de middelen of het geld wat daarmee gemoeid is. En dat zie je nu ook weer terug in de arbitragecommissie van de jeugd, die een rapport heeft uitgebracht die ook aangeeft van er moet veel meer geld bij, niet alleen incidenteel, maar juist ook structureel. En wat je nu ziet de afgelopen jaren is dat we iedere keer wel incidentele middelen erbij hebben gekregen, maar dat juist het structurele karakter nog ontbreekt. En ik ben ook benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Of u van mening bent dat dat ook zo is of dat u dat anders ziet en wat die decentralisaties opgeleverd hebben. En Mitte, is er al inmiddels al wat binnen? Er is nog niks binnen. Er is nog niks binnen. Nou, dan gaan we gewoon door. Dan komt maar ik heb misschien nog wel een idee over decentralisatie. Want ik vraag me af of er dan niet ook gelijk ruimte is voor meer menselijke fouten. Dus dat het systeem overal verschilt en dat er dus meer ruimte is voor fouten in het systeem ook. Hoe bedoel je dat, meer fouten in het systeem? Nou ja, dat er meer met menselijke maat wordt gewerkt. Dus heeft het natuurlijk meer ruimte voor menselijke fouten ook. Ja, dat vind ik, dat zijn ingewikkelde. Ik weet niet of je daardoor meer... Als je dichter bij de burger brengt bijvoorbeeld, dat je meer fouten maakt. Ja. Ik denk het juist niet. Volgens mij sta je als gemeente juist heel dicht bij je burger en weet je juist heel goed wat je burger nodig heeft, waardoor die fouten juist kleiner worden, denk ik. Maar dat is ook leuk om te horen vanuit de mensen die meekijken of ze dat ook zo ervaren of dat ze dat misschien anders zien. Maar ik denk wel een belangrijk punt vanuit die decentralisaties is dat ook vanuit de VNG, ons orgaan die de gemeente ondersteunt, dat die ook echt wel signalen afgeeft dat dat op het gebied van de middelen gewoon echt beter moet en dat er ook fors structureel geld bij moet. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee dat wij door de VNG worden ondersteund. Nou, als je kijkt naar die decentralisaties in relatie tot die unieke kenmerken van ons platteland en met voldoende oog voor die aspecten als, wat ik al zei, die betaalbaarheid, die beschikbaarheid en die bereikbaarheid. Daarbij speelt ook de zogeheten dubbele vergrijzing een grote rol. En zeker ook als ik kijk naar ons gebied hebben wij een behoorlijke dubbele vergrijzing. Wat bedoel je met dubbele? Een dubbele vergrijzing, daar bedoel ik eigenlijk mee dat onze inwoners worden ouder. Maar als ik naar ons gebied kijk, wij trekken ook heel veel ouderen aan die bij ons een oude dag komen slijten. En dat noem ik eigenlijk een dubbele vergrijzing. En dat brengt mij op het feit van de instandhouding van die kwalitatieve, goede en goed bereikbare zorg. Die toekomstige zorg voor het platteland, dat die geborgd wordt. En dat brengt me eigenlijk bij het feit van waar hebben we dan mee te maken? En dat wil ik aan de hand doen van een casus die bij ons in de gemeente speelt en waar ik ook gewoon graag met u het gesprek wil aangaan en hoe u daar vanuit uw regio tegenaan kijkt. Kijk, in Zeeuws-Vlaanderen en dus ook waar de gemeente Sluis onderdeel van uitmaakt, staat de huisartsenzorg enorm onder druk. En vooral in het gebied West-Zeeuws-Vlaanderen, wat de gemeente Sluis is. Want in de gemeente Sluis zijn op dit moment nog 9 huisartsen actief op een bevolking van ruim 23.000 inwoners. Maar we hebben ook te maken met huisartsen die op leeftijd zijn, 60-plussers. En dat betekent dat die ook op enig moment gaan stoppen.
En nou ja, daardoor heb je ook opvolging nodig om in ieder geval die huisartsenzorg ook te kunnen blijven bieden. En dat roept ook eigenlijk de vraag op van, ja, als ik naar mezelf kijk, kan ik in mijn gezin over 10 jaar bijvoorbeeld nog gebruik maken van een huisarts bij mij in de buurt? Jacques, we hebben een opmerking over decentralisatie en over de rol van de gemeente daarin. Pauline Zwart merkt op dat het eigenlijk belangrijk is dat de gemeente ook echt als helpend wordt ervaren. En dat eigenlijk het gezicht of het aanblik van de gemeente, bijvoorbeeld bij de participatiewet, niet altijd even vriendelijk is. Waardoor inwoners veel stress ervaren en ook daardoor juist weer problemen krijgen. Dus eigenlijk het beeld van de gemeente niet altijd even positief is. Oké. Nou ja, volgens mij moet je als gemeente juist je dienstbaar opstellen. Ook als het gaat om de participatiewet. En moet je een luisterend oor zijn, ook naar onze inwoners toe. En ja, ik zal niet zeggen dat alles goed gaat. Er gaan ook wel eens dingen fout. Maar juist ook van die fouten moet je kunnen leren. En door vallen en opstaan zeg ik altijd, kom je ergens. Dus het is juist heel goed om ook als gemeente een luisterend oor te hebben richting degene die de zorg ook nodig heeft. In dit geval voor de participatiewet. Ja. Nee, ik denk dat de opmerking van Pien ook een beetje aansluit op mijn vraag daarover. Van, ja. Is er niet meer ruimte voor ook juist de menselijke fout? Maar inderdaad, als je dat met het luisterend oor komt, dat is wel maar goed, ik denk juist dat door niet het abstractieniveau vanuit het landelijke, maar juist door op de gemeenteniveau met je inwoners in contact te treden, dat veel hechter is dan dat je dat het bovenaan staat en onderaan. En om die twee partijen bij elkaar te brengen is veel moeilijker als dat je heel dicht bij elkaar staat. Ja, dat zegt Pauline ook. Die zegt ook, gelukkig zijn er ook steeds meer voorbeelden van gemeenten die goed maatwerk weten te bieden. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat ook om een stuk maatwerk. Maar fijn dat er in ieder geval op gereageerd wordt. Even terug naar die huisartsen waar ik het over had. Kijk, jonge huisartsen geven ook aan dat ze geen praktijk in Zeeuws-Vlaanderen en in West-Zeeuws-Vlaanderen bij ons willen overnemen. Kijk, een van die redenen daarvoor is aangegeven dat er een heel hoog werk- en dienstendruk is. En ik ben ook wel benieuwd of dat in de andere regio's op het platteland ook zo wordt ervaren. Huisartsen in onze gemeente hebben gemiddeld 2 keer zoveel avond- en nachtdiensten. Als je kijkt naar die 9 huisartsen die we op 23.000 inwoners hebben. Het gemiddelde van de huisartsen qua avond- en nachtdiensten ligt op zo'n beetje 190 uur. En als je kijkt naar het gebied waar wij zitten in West-Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis, zit dat op 390 uur. Dus dat is een forse verdubbeling ten opzichte van die 190. En dat ook het gegeven met die relatief weinig huisartsen maakt het ook zo moeilijk. En maakt het ook het gegeven dat die werkdruk enorm hoog ligt. Daarnaast is ook de combinatie dat we in ons gebied ook heel veel toeristen hebben. En ook heel veel toeristen die overnachten. Dus dat betekent ook wat voor die werkdruk op die huisartsen. Die moeten toch actief zijn. Niet alleen voor onze 23.000 inwoners. Die primair natuurlijk de boventoon daarin voeren. Maar ook alle toeristen die in ons gebied verblijven. Dus dat vergt nogal wat. Om die dienstendruk te verminderen doet Nucleus Zorg, dat is de overkoepelende huisartsenorganisatie op Zeeuws-Vlaanderen, onderzoek of die huisartsenpost in Oostburg op termijn 's nachts zou moeten kunnen sluiten om zeg maar die werkdruk op die huisartsen te verminderen. En ik ben ook wel benieuwd of er vanuit uw regio of vanuit uw plattelandsgemeente met het uitgestrekte grondoppervlak ook dat soort situaties aan de hand zijn waarvan we kunnen leren van hoe dat in uw regio of in uw gemeente dan gegaan is. Kijk, ik begrijp dat Nucleuszorg, de huisartsenpost zeg maar, dat die organisatie op zoek is naar oplossingen om efficiënter, effectiever te kunnen werken en om die werkdruk van die huisartsen te verminderen. Want per slot van rekening, huisartsen zijn ook mensen, huisartsen hebben ook een gezin en huisartsen willen ook naast het werk wat ze doen, waar ze natuurlijk bewust voor gekozen hebben, maar die willen ook een stuk vrije tijd hebben. Nou, als ik schets van hoe dat dan zit, kijk, die inwoners en die toeristen, die moeten naar Terneuzen. Als die huisartsenpost in de nachtelijke uren gaat sluiten, dan ben je aangewezen op de huisartsenpost in Terneuzen. En als je dat in ons gebied bekijkt, in West-Zeeuws-Vlaanderen, dat betekent dat je al gauw vanuit de middenstip Oostburg, waar onze hap staat, naar Terneuzen, al snel 35 kilometer
onderweg bent om bij die huisartsenpost in Terneuzen te komen. Nou, daarnaast hebben we ook te maken met het feit dat in ons gebied, buiten die hap om, hebben we een grensoverschrijdend gebied. Dat betekent dat we te maken hebben met België. En dat maakt het zo ingewikkeld voor ons als West-Zeeuws-Vlaanderen, dat als we die eerste lijn zorg, als we die willen behouden, zullen we ook even moeten zorgen dat die mensen ook gebruik gaan maken van de hap in Terneuzen. Nou ja, dat is wel een vraagstuk waar ik ook eens met u over wil van gedachten wisselen, van hoe u dat ziet en of ook vanuit de regio, nou ja, niet zozeer grensoverschrijdend, maar andere gevallen, of die daar ook bekend zijn. Ik kijk even naar Mitte, is er al wat binnengekomen op de... Er is nog niks binnengekomen op de chat, maar ik kan me voorstellen dat het in de regio waar we nu zijn, het ook speelt. Ja. Zeker nog iets meer richting het oosten, dat er bijvoorbeeld naar Duitsland gekeken moet worden. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook P10-gemeenten die grenzen aan het Duitse gebied. Ben ik ook wel benieuwd hoe daar de verhoudingen liggen. Kijk, het voordeel met België hebben is natuurlijk dat we dezelfde taal spreken. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. En je ziet ook, als die hap gaat sluiten in Oostburg, dat heel die zorg onder druk komt te staan. En dat dat ook indirect of direct op de leefbaarheid betrekking heeft. En ja, die leefbaarheid, dat is wel een hele belangrijke. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe anderen dat zien. Hè? Want als die eerste lijns wegvalt van die hap en je gaat naar Knokke, want dat is dan het dichtstbijzijnde, want dat is maar 18 kilometer ten opzichte van die 35. En je hebt die eerste lijn zorg in Knokke te pakken, dan betekent het ook dat je die tweede lijns zorg ook in Knokke zult afmaken. En dat betekent dat je je leefbaarheid onder druk zet, waardoor ook de basisvoorziening van het ziekenhuis in Terneuzen onder druk komt te staan. Want die patiënten die de eerste en de tweede lijn zorg in Knokke hebben gehad... Kunt u misschien nog even toelichten wat eerste lijn en tweede lijn zorg? Ja, de eerste lijn zorg is de huisarts. Dus dat betekent je komt via de huisarts binnen. En de tweede lijn zorg is eigenlijk het vervolg op de zorg die je nodig hebt. Een voorbeeld is, stel in de nachtelijke uren, je wil naar het toilet en je struikelt van de trap en je breekt daardoor je been en je moet naar de huisartsenpost. Dan kun je dus in dit geval kiezen om te zeggen van nou, ik ga naar de huisartsenpost in Terneuzen. Of ik pak de huisartsenpost, nou ja, het is geen huisartsenpost, maar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Knokke, waar je altijd terecht kan. Alleen dat is een stuk korter bij. Alleen dan mis je wel het feit dat die patiënt, die gaat dan waarschijnlijk ook in de tweede lijns in Knokke geholpen worden. Want als je in Knokke bij de spoedeisende hulp binnenkomt en je bent van de trap gevallen en je been is gebroken, ja, dan ga je niet, als dat geconstateerd is, daar weg en vervolgens zeggen, nou, dan ga ik nu naar Terneuzen, want dan ga ik daar in het ziekenhuis mijn benen in het gips laten zetten. Dus dat is eigenlijk, dat is wel waar wij mee te maken hebben in ons gebied en waar we tegenaan lopen. En waar we ook met Nucleuszorg volop in gesprek zijn om te kijken wat daar nu mogelijk is om die toekomstbestendige zorg voor de huisartsen, maar ook de zorg in het algemeen, om die te kunnen waarborgen, ook op het platteland. Zodat de leefbaarheid dat ook ten goede komt. Want ja, als er geen huisartsen zijn op het platteland, ja, dan zijn er ook geen mensen die daar willen neerstrijken en willen komen wonen, werken en recreëren. Dus dat is wel wel heel erg belangrijk. Zijn er al wat reacties mee te hebben? Nee, de chat is nog erg stil. De chat is nog erg. Want ik was ook benieuwd van, ja, of in uw regio, of u dat herkent, hè, die tekort van die huisartsen. Of dat ook in andere regio's speelt. En of zo'n casus die ik net voorschotel, of dat misschien net iets in een andere vorm ook in uw gemeente of in uw regio speelt. Dus dat hoor ik ook, graag. Nou, als je kijkt met welke dilemma's we hebben dan te maken. Hè? Kijk, de afgelopen jaren is er als gevolg van die samenwerking binnen die toekomstige zorg West-Zeeuws-Vlaanderen volop ingezet op die aanpassing en die verbetering van die spoedzorg in Oostburg. Kijk, diensten zijn uitgebreid en de apotheek heeft geïnvesteerd in een medicijnrobot. Dat is vrij uniek. We hebben in Oostburg een medicijnrobot. Dat wil zeggen dat je in de nachtelijke uren niet naar de huisartsenpost in Terneuzen hoeft om daar bij je apotheek
de medicijnen af te halen. Maar we hebben een medicijnrobot die in verbinding staat met Vlissingen. En die van daaruit aangestuurd wordt, zodat de medicijnen ter plekke in Oostburg uit de robot komen rollen. Zodat je die direct mee kan nemen en ook tot je kan nemen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want dat scheelt enorm veel reistijd. Kijk, we hebben daar ook, toen we die medicijnrobot hebben geïnstalleerd, waren we daar vrij uniek mee op het platteland. We hebben dat ook uitgebreid gecommuniceerd, ook met de recreatieondernemers. Want nou ja, voor de recreatieondernemers is het ook heel erg belangrijk om zo'n medicijnrobot te hebben en een huisartsenpost in Oostburg. Want ik gaf al even aan, we zijn een hele toeristische gemeente waar heel veel toeristen jaarlijks komen. En die hebben ook die hulp nodig op dat zorgvraagstuk. Jacques, er is een vraag binnen. Prins vraagt, is er ook een samenwerking met zorgverzekeraars rondom dit thema? Ja, zeker. Kijk, de zorgverzekeraar speelt een hele cruciale, belangrijke rol in dit geheel. Omdat die ook heel veel zaken bekostigt. Dus die kijken ook mee van wat er bij nucleuszorg gebeurt. De huisartsenkoepel noem ik het maar. En die vinden daar ook wel wat van. Alleen uiteindelijk is Nucleus is wel een zelfstandige organisatie die zelfstandig kan beslissen hoe zij het gebied willen indelen op die eerste lijnzorg. Ze zijn daarbij natuurlijk wel gehouden aan richtlijnen die vanuit de zorgverzekeraar worden gegeven. Zo is een van die richtlijnen dat iedereen recht heeft op die eerste lijnzorg en dat die ook binnen no time geholpen wordt op die eerste lijnzorg. En dat betekent dus een huisarts. Dus als je midden in de nacht iemand nodig hebt, een huisarts, dat er ook direct een huisarts ter beschikking is. Nou, daar is Nucleus wel naar aan het kijken om dat te gaan regelen. Vandaar dat we nu nog een huisartsenpost hebben. En de bedoeling is dat vanaf 1 oktober we een pilot gaan draaien in Oostburg of in Terneuzen. Dat betekent dus dat die pilot inhoudt dat in de nachtelijke uren de hap gesloten zal worden van 12 tot 's morgens 8. En dat in die tussenliggende tijd men naar de hap in Terneuzen zou moeten. En waar ze nu naar aan het kijken zijn, is om te regelen dat nou ja, de werkdruk wordt verminderd. En dat zeg maar, de huisartsen zowel van Oost als van West gezamenlijk draaien op de hap in Terneuzen. En dat is natuurlijk een heel groot gebied waar ongeveer 100.000 inwoners wonen, buiten de toeristen om. En zij willen dus een netwerk creëren dat er een dienstdoende huisarts die nachtelijke uren doet als dienst. En als hij bijvoorbeeld vanuit Terneuzen naar Retrangement moet, wat toch al gauw 40 kilometer is, dat hij dan gereden wordt en dat hij dus niet zelf hoeft te zoeken waar hij moet zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die nu uitgezocht worden en in die pilot gegoten gaan worden. En dan moeten we ook nog maar kijken of dat ook gaat werken. Dus wat ik wel gedaan heb, vanuit mijn rol als bestuurder gezegd van ja, we moeten wel goed monitoren en ook goede data opstellen om aan het einde van die pilot ook te kunnen evalueren of het een geslaagde pilot is of dat die pilot niet geslaagd is. En dat hangt ook af van het feit van welke data wil je dan analyseren om uiteindelijk ook die pilot goed te kunnen te kunnen vaststellen van is dit geslaagd of niet. En wat is dan de rol van de zorgverzekeraar? Nou, de rol van de zorgverzekeraar is dat die ziet erop toe dat zeg maar die eerste lijn zorg dat die geborgd is. En die zijn ook nog wel bereid om in sommige gevallen aan bepaalde zaken mee te betalen. Kijk, de medicijnrobot bijvoorbeeld is ook mede tot stand gekomen in samenwerking met de apothekers en de zorgverzekeraar. Dus je ziet dat daar zit een verwevenheid in en er zit een hele hechte samenwerking in. En dat is ook al heel mooi. En de rol van de gemeente hierin is om ook echt als een soort aanjaagfunctie te fungeren en om onze inwoners daar ook in mee te nemen en ze daarin te voorzien van dat wij bezig zijn om die toekomstbestendige zorg op het platteland ook te borgen. En om die leefbaarheid op een bepaald niveau te houden. En een uitstapje daarin is ook, zeg maar, kijk, leefbaarheid is een soort containerbegrip. Maar leefbaarheid heeft wel met heel veel zaken te maken. Ook als je kijkt, en dat is een klein zijstapje, maar dat is het onderwijs. Waarin we ook behoorlijk wat problemen hebben gehad het afgelopen jaar. Waarin we ook nu gezegd hebben, we hebben startgroepen aan de grens om de weglek van de kinderen niet naar België te laten lopen, maar dat we die zelf opvangen. Omdat in de kinderopvang in België
gaat al vanaf 2,5 jaar, terwijl dat bij ons pas veel later is. Maar we hebben nu, door middel van het onderwijs, hebben we middelen gekregen vanuit het onderwijs om aan de grens startgroepen te organiseren, waardoor ze op jonge leeftijd aan onze kant zeg maar deel kunnen nemen en waardoor die weg lekker wordt beperkt. Nou, en zulke soort zaken zou je ook, als je kijkt vanuit die zorg, die toekomstbestendige zorg, zou je ook meer met elkaar in gesprek moeten om ervoor te zorgen dat, dat die huisartsen hier hun werk kunnen doen, dat die werkdruk verlicht wordt, maar wel dat we dat, die toekomstbestendige zorg kunnen borgen en dat we dat ook kunnen houden in onze gemeente. Dat is echt superbelangrijk. Dat is veel over België en over dat mensen naar België trekken voor de zorg of voor het onderwijs. Maar wordt er ook gekeken naar samenwerking met België hier over dit thema? Ja, er wordt zeker gekeken naar samenwerking. Er zijn ook behoorlijk wat gesprekken gevoerd de afgelopen tijd. En dan ook met name als je kijkt naar AZ Zeno, dat is het ziekenhuis in Knokke. Die zijn ook bereid om samen te werken. Alleen je ziet dat de moeilijkheid van dit geheel is dat, wat ik net al zei, de taal is niet het probleem, want we spreken dezelfde taal. Alleen je ziet wel dat het grensoverschrijdend is. En door die grensoverschrijdendheid met wet en regelgeving aan beide kanten van de grens, is het nog niet zo eenvoudig. En ja, ik zou veel liever willen dat we als overheden, dus dan kijk ik toch ook even naar de ministeries, zeker van de zorg, maar ook naar ons als gemeente, maar ook de andere partners, CZ en iedereen die daarbij betrokken is, om daarin gezamenlijk op te trekken, maar ook is uit die comfortzone te komen, in de zin van, ja, dit is nou helemaal de wet en regelgeving en zo is dat geregeld. Maar om daaruit te treden en buiten je gebaande paden om, gewoon dingen probeert te regelen. Ik zeg altijd maar zo, met vallen opstaan kom je ergens. Je zult zeker in de eerste tijd aanloopproblemen hebben. Maar als je het niet doet, dan weet je zeker dat er niks gebeurt. Dus ik vind het heel erg belangrijk om die samenwerking aan te jagen. Maar dat betekent wel dat alle partijen ook daarin moeten een steentje willen bijdragen. En wat ik merk is dat vanuit de zorgverzekeraar die wel zijn uiterste best doet, maar die ook aangeeft van ja, in onze polissen zijn gewoon een aantal zaken opgenomen die we ook vanuit het wettelijke moeten doen. En die kunnen we niet zomaar ombuigen of anders formuleren. Want daar hebben we dan echt de landelijke overheid bij nodig. Het departement van de zorg. Om zeg maar daar een slag in te maken. En dat is wel een hele lastige. Maar wordt er dan niet ook gekeken naar bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeentes die ditzelfde probleem hebben, maar dan bijvoorbeeld met Duitsland, dus bijvoorbeeld Oost-Groningen of ergens in Limburg, die dat ook tegen hetzelfde probleem aanloopt met dat veel mensen juist naar het buitenland vertrekken? Ja, kijk, wat ik heb begrepen, we zijn sterk, zeg maar. Ja, dat klopt. Daar wordt zeker wel naar gekeken. Maar wat ik ook merk is dat ons gebied is vrij uniek als het gaat om het feit van dat de afstanden lang zijn qua volgende basisvoorziening huisartsenpost. Als ik net even sprak hier, voordat we deze sessie begonnen, is dat hier in A en Hunze de hap in Assen zit, maar dat ongeveer 12 kilometer is. Nou, dat is natuurlijk vele malen dichterbij als die afstand van die 35 kilometer, om wat te noemen. En dat is wel een probleem waar we mee te maken hebben. Want dat is voor een burger, ja, is het niet meer uit te leggen dat als je naar Knokke gaat, dat je binnen 15 minuten op de spoedeisende hulp staat als je in een retrangement of in Katzand woont. En als je van daaruit naar Terneuzen moet, dat je meer dan een half uur onderweg bent eer dat je er bent. Dus dan heb je snel de keuze gemaakt. En nou, dat is wel een dilemma. Ja, absoluut. Dus nog meer vragen vanuit de chat? Of? Nee, dat verder geen vragen. Ja. Nou ja, goed. Dus dat zijn wel de dilemma's waar wij mee te maken hebben. Nou, ik heb al een beetje aangegeven van hoe we daar mee omgegaan zijn. Dat leidt dus nog niet 1, 2, 3 tot oplossingen. Dat vind ik jammer, maar goed, we houden wel vol en we blijven wel met elkaar in gesprek. Zeker ook als het gaat om die pilot van die huisartsenzorg. Daar willen we echt een belangrijke speler in zijn als het gaat over die monitoring van die data. Want dat moet uiteindelijk wel ertoe leiden of iets wel of niet doorgaat. Dus dat gaan we echt goed in de gaten houden. Ik was ook wel benieuwd of dat vanuit u, gemeente of regio,
Ook dat soort voorbeelden zijn om, om met elkaar daarover te spreken. En goeie van Mitte van ja, aan de grens bij Groningen en Limburg. Want er zitten ook een aantal P10 gemeenten. Ik zou willen een oproep willen doen van laten wij kijken of we in gezamenlijkheid eens een keer met elkaar een sessie zouden kunnen doen. Om over dit onderwerp door te spreken en ook van elkaar te leren van, nou ja, hoe is dat bij jullie, hoe is dat bij ons? En nou ja, zitten er overlappingen in en wat kunnen we van elkaar leren om ervoor te zorgen dat die toekomstbestendige zorg op het platteland ook zeg maar geborgd is naar de toekomst toe. En dat je gewoon goed kan leven op het platteland. Dus ik doe bij deze de oproep en ik hoop dat heel veel mensen zich aanmelden. Bij ons om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Kijk, als je nog meer kijkt van ja, wat hebben we dan wat hebben we geleerd hè, van het geheel? Wat we geleerd hebben is, wat ik net ook al zei, dat je met elkaar in gesprek moet blijven. Dat betekent gewoon dat je er ook niet bij neer moet leggen dat dit soort dingen gebeuren. En dat bespreek ik ook heel vaak met Nucleus, de huisartsenpost. We zijn nu ook bezig met een zomerpost. Dat betekent dat we ook gaan kijken, omdat we in ons gebied dus heel veel toeristen hebben die ook overnachten. Om te kijken of we aan de kust bij ons een zomerzorgpunt kunnen gaan openen. Waar eigenlijk al de eerste triage gedaan kan worden. Zonder dat ze naar de HAP toe moeten. Nou, dat verlicht ook een beetje de werkdruk bij de huisartsen. Dat is echt een initiatief van gezamenlijkheid. Dat is een initiatief vanuit Nucleus zelf, vanuit de huisartsenpost. Als gemeente willen wij daar ook in mee participeren. We willen er ook wat middelen voor beschikbaar stellen om dat mogelijk te kunnen maken. Dat betekent ook dat, dat die mensen zeg maar, door de week en in het weekend op die zorgpost terecht kunnen. En, daar gaat ook een vraag over. Danielle de Klerk vraagt zich af, als je hardop mocht dromen, hoe ziet dan de ideale eerste lijnzorg er over 5 jaar uit? Of ze vraagt zich af of ze over 5 jaar nog steeds met een gebroken been in de nachtuur meer dan 30 kilometer zou moeten reizen. Ja, dat is wel een hele leuke. Nou, kijk, als je mij vraagt hoe het ideale eruit ziet. Het ideale zou gewoon zijn dat we een volwaardige huisartsenpost in Oostburg blijven behouden. Dat we die toekomstbestendige zorg die we al behoorlijk wat jaren inzetten, dat we die lijn kunnen voortzetten. Dat doen we overigens ook. Als je kijkt, we zijn ooit begonnen als toekomstige zorg West-Zeeuws-Vlaanderen. En die toekomstige zorg West-Zeeuws-Vlaanderen heeft best behoorlijk wat opgeleverd. En die hebben we doorgetrokken naar heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat betekent dat we nu met 3 gemeenten, en dat is de gemeente Hulst, overigens ook P10-lid. Dat is de gemeente Terneuzen en de gemeente Sluis. En gezamenlijk kijken wij nu naar de opgaves die daar liggen als het gaat over het toekomstbestendig robuust maken van die zorg. Dus mijn ideale plaatje zou zijn dat over 5 jaar in heel Zeeuws-Vlaanderen die zorg zo geborgd is dat we het volwaardige ziekenhuis wat we hebben, dat er gewoon is. Dat het niet alleen maar een uitgeklede basisvoorziening is, maar dat je daar terecht kan voor meer dan alleen die basis. Maar dat ook in ons gebied er een huisartsenpost is die gewoon fulltime open is. Dus ook in de nachtelijke uren. En dat we aan de kust het zo geregeld hebben dat er een punt is waar ook toeristen terecht kunnen. Zodat ook die weglek vanuit die toeristen naar België zo min mogelijk gaande is. Dus dat mensen echt in het gebied die zorg krijgen die ze nodig hebben. En daar zou ik mij voor de komende tijd echt hard voor willen maken. En ook, die stip op de horizon neerzetten van daar wil ik naartoe om die zorg te geven die nodig is. Dus iemand die er graag met je over doorpraat, Gerlof Born, die zegt namelijk dat er in Friesland ook een hele brede discussie over huisartsenzorg op het platteland gaande is. En hij zegt ook dat er heel veel in dit gesprek te herkennen is over de ontwikkeling van de eerste lijnzorg in het voormalig Oost-Duitsland. Oké. Dus dat historisch ook nog over gediscussieerd is. Nou, graag om. Kijk, Friesland en Zeeland hebben al een behoorlijke klik met elkaar. Friesland en Zeeland wisselen ook heel veel zaken met elkaar uit. Dus ik denk dat die huisartsenproblematiek die er speelt, dat we die volgens mij goed met elkaar zouden kunnen uitdiepen. Daar ben ik zeker toe bereid, want dat is hartstikke mooi. En daarnaast, mijn voorganger Theo Meskes, die had het natuurlijk al even over die
die zorg en die huisartsen. We gaan natuurlijk in oktober vanuit de P10 doen we een werkbezoek richting Duitsland met de Medibus. Dat is natuurlijk een bus die rondrijdt, die ook zorg verleent op bepaalde vlakken. Dus dan gaan we ook eens kijken van hoe werkt dat nu. Hè? Een soort, ik noem het maar, een soort rijdende rechter die dan ook door de dorpen gaat. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat en wat we daarvan kunnen leren. En misschien dingen kunnen uitpikken die we ook in ons gebied kunnen toepassen. Maar ik ben zeker bereid om daarover door te praten. Want het is een onderwerp, denk ik, wat ons allemaal raakt. In de zin van, soms heb je heel lang geen huisarts nodig. Maar er zijn ook momenten dat je een huisarts ineens wel nodig hebt. En dan is het wel fijn dat je weet als je nummer belt, dat je ook gewoon direct terecht kan. En dat je niet moet gaan twijfelen van, oké, ik moet nu naar de HAP. Even in mijn geval, ga ik dan naar Knokke, naar de spoedeisende hulp, want dat werkt nog iets anders. Of ga ik dan toch maar naar de HAP in Terneuzen? Ja, als u het nu aan mij zou vragen, zou ik zeggen, ja, ik ben natuurlijk wethouder, dus kan ik het moeilijk maken om naar Knokke te rijden. Dus dan ben je al eerder geneigd om richting Terneuzen te rijden, wat ik dan ook zal doen. Maar ik kan me wel inleven in sommige mensen die zeggen van, joh, ik ga gewoon naar Knokke, want dat is lekker dichtbij. Dit gaat vooral wel over veel directe huisartsenhulp. Maar we hadden net in de vorige sessie ook heel veel over digitalisering. Is daar dan ook niet een rol voor in de ontwikkeling rondom dit thema? Nou, zeker. Kijk, digitalisering is denk ik een hele belangrijke en dat zou ook innovatief kunnen werken. Daar zijn we ook zeker toe bereid. Dat willen we ook. Dat zit ook in onze toekomstige zorg van Zeeuws-Vlaanderen. Maar waar we wel mee te maken hebben, is dat we in een gebied zitten waar de infrastructuur nog niet voldoende op orde is om ook, zeg maar, die e-consults te gaan doen. En kijk, als gemeente juichen we dat natuurlijk toe. Dat zou hartstikke mooi zijn, want dat zou een deel kunnen helpen en een deel kunnen innoveren. Als je kijkt naar ons gebied, hebben we een behoorlijk buitengebied. En er wonen best wel behoorlijk wat, meer dan 1000 huishoudens in het buitengebied. En ik woon zelf ook in het buitengebied en ik spreek uit ervaring. Het internet in ons buitengebied is niet up-to-date in die zin dat je gewoon regelmatig te maken hebt met het feit dat die internetverbinding er af en toe uit ligt. Ja, dat kun je natuurlijk niet hebben als je een e-consult met de huisarts hebt. En als je nou, want dat stelt ook iemand voor, digitale consulten van specialisten op de lokale huisartsenposten, dan is dat internet een minder groot probleem. Maar dan kan je alsnog als je alleen een gesprek met een arts, met een specialist, gewoon naar de lokale huisartsenpost kunnen en dan toch nog wat consult doen. Ja, dus dat je als inwoner naar de huisartsenpost gaat, ja. Van daaruit inlogt en dan een consult. Ja, eventueel met huisartsen erbij, dat staat iemand voor, om de inwoners ook voor lichte zorg in de regio te bedienen. Maar goed, kijk, ik denk dat innoveren echt op die e-consults is juist bedoeld om thuis vanuit je stoel of vanuit je bed, als je het echt, dat je even kan spreken met de huisarts en dat je dus niet er naartoe hoeft. En dat zou in deze tijd waarin we nu leven, zou het niet meer nodig moeten zijn dat wij aan het discussiëren zijn over verbindingen. Want dat zou eigenlijk gewoon up-to-date moeten zijn. En zeker als je kijkt wat we vanuit die coronatijd hebben geleerd en de digitalisering en alles wat ermee samenhangt. Kijk wat we nu doen. Vandaag is het natuurlijk hartstikke mooi dat we op deze manier gewoon een dorpenfestival kunnen organiseren. En dat we gewoon online kunnen zijn. En nou ja, dat zou je ook moeten kunnen organiseren met de huisartsen. Alleen heb je daar wel infrastructuur voor nodig en heb je ook de partijen ervoor nodig die dat willen aanleggen. En daar zit het vaak. Hè? Je ziet het bij ons nu in ons gebied. Men is bereid om glasvezel aan te leggen. Maar ja, waar begint men dan? Men begint in de grootste kernen en leggen het daar aan, maar stoppen bij de grens waar het naar het buitengebied toe gaat. En juist ook in het buitengebied hebben onze mensen dat ook heel hard nodig. Want ik bedoel, daar wonen ook inwoners. Dus dat is wel een, vind ik, een hele ingewikkelde. Ja, zeker. Wat iemand wil nog even duidelijk maken wat ze volgens mij bedoelde. Die manier kun je een hard filmpje maken bij de huisarts en dan de beoordeling op door middel van een e-consult regelen bijvoorbeeld. Ja. Nou, kijk, natuurlijk, ik vind het zijn supergoeie voorbeelden en ook die zou je ook zeker mee kunnen nemen in de uitvoering. Je zou er ook een combi van kunnen maken dat je zegt van, oké, we hebben e-consults op afstand, dus echt op afstand, en e-consults in de praktijk zelf, waardoor je toch probeert werkdruk te verlichten bij je huisartsen.
Ja, precies. Dus ik denk dat dat een hele mooie combinatie is om op die manier dingen te kunnen doen. Maar goed, daar heb je natuurlijk wel de providers voor nodig die mee willen werken aan het feit om die infrastructuur ook op een bepaald niveau te krijgen. Ja, stel voor via de regio-deal de financiële middelen verkrijgen. Ja, dat is een mogelijkheid om via die regio-deal financiële middelen. Dat is één. Maar twee is denk ik ook dat vanuit Den Haag er gekeken gaat worden. Niet alleen naar het randstedelijke, waar in mijn beleving die infrastructuur meer dan voldoende op orde is. Maar dat men ook bereid is om zeg maar middelen te stoppen in het platteland, wat we echt zo hard nodig hebben. En dat komt die leefbaarheid ten goede. Want ja, kijk, we spraken net ook in de opening, ging het er ook even over. Hè? Volgens mij had de commissaris van Drenthe het ook nog even over dat platteland en die bereikbaarheid. Je hebt gewoon goed internet nodig om ook mensen hier naar ons platteland te kunnen trekken. Om daar te kunnen wonen, recreëren en te leven. Ja, zeker. Dus ja, ik denk dat het is een combi. Goed, dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik wil meegeven over onze problematiek die wij hebben in ons gebied West-Zeeuws-Vlaanderen. En die ik heb met u willen delen. Er zitten behoorlijk wat aspecten in. Ik realiseer me ook dat het veel informatie is, maar wel fijn dat er op de chat behoorlijk wat vragen gesteld zijn. En ook wat handreikingen gedaan zijn als het gaat om met elkaar samen in gesprek te gaan. Die wil ik graag oppakken en zeker met elkaar daar verder over te spreken. Ik heb niet echt nu op dit moment heel veel toe te voegen. Ik weet niet of er nog dingen uit de chat zijn waarvan je zegt van die zijn belangrijk. Kun je die nog beantwoorden? Nee, ik denk want we hebben nog een paar minuten, zie ik op de teller. Ik denk dat het heel duidelijk is voor de mensen thuis. Oké. Ja, dan is mijn eigenlijk laatste oproep. De hele rode draad van deze sessie is ja, de toekomstige zorg op het platteland, dat die geborgd blijft. Dat is het allerbelangrijkste. En dan dank ik jullie wel dat jullie aan deze sessie hebben willen deelnemen. Ik dank ook Mitte, want was leuk om te doen, om zo even samen een dialoog te hebben met de vragen van u als kijker. Bedankt en ik hoop dat u nog een leuke dag zult hebben binnen het Dorpenfestival op andere sessies. Dank je wel voor jullie aandacht.